Welkom bij de 3.3 Biocast en die heet Wapens op Maat. We gaan weer kijken naar het afweersysteem. A-specifiek hebben we gehad, we gaan nu naar specifiek kijken. Dat is de derde lijn en we kijken naar antilichamen. En die zien er zo uit. Ze hebben een zware keten, die is altijd hetzelfde. En ze hebben de lichte keten en die verschillen. En die zitten aan elkaar vast met zwavelbruggen. En die uiteinden die zijn dus steeds verschillend. En dat zorgt ervoor dat één antistof maar past op één antigen. Dus maar helpt tegen één ziekteverwekker. Die passen allemaal niet. En deze zou wel eens kunnen passen. En hoe werken die antistoffen nou? Op deze manier bijvoorbeeld. Ze dekken een virus of een bacterie af, zodat die niet meer kan binnendringen in de cel. Ook wordt die eerder gevonden door macrofagen. En ze worden dus opgegeten door een macrofaag, dus via endocytose opgenomen. Een andere mogelijkheid van de antistoffen is dat ze met z'n allen op... dat ze bacteriën met z'n allen bij elkaar klonteren en zo kunnen ze ook makkelijk opgeruimd worden. Ook dat gebeurt weer door macrofagen. Een derde mogelijkheid die ik je wil laten zien is precipitatie. Dat gaat met vloeibare stoffen en die klonteren aan elkaar met antistoffen en dan slaan ze neer. Ook dan zijn ze weer makkelijker te vinden door een macrofaag en kunnen ze makkelijk opgenomen worden door endocytose. Dit is de werking van de antistoffen, dus specifiek passend bij één soort ziekteverwekker. We gaan nu kijken naar de witte bloedcellen, de lymfocyten. Hier zie je lymfocyten, de B-cellen met de receptoren voor bepaalde antigenen. We gaan kijken wat er gebeurt als er zo'n antigen vast komt te zitten op zo'n receptor van zo'n B-cel. Want je hebt twee witte bloedcellen, B-cellen en T-cellen. En deze B-cel, daar passen ze op en die wordt geactiveerd door die antistoffen. En die gaat nu twee dingen maken. Die gaat plasmacellen maken en memorycellen. Geheugencellen. De plasmacellen hebben tot taak om de antistoffen te maken. En de geheugencellen, die zorgen ervoor dat je altijd cellen hebt die snel kunnen reageren als je nog een keer in contact komt met diezelfde ziekteverwekker. Je bent dan immuun geworden. Je lichaam reageert wel, maar je merkt dat zelf niet meer. Zo snel gaat dat. Die plasmacellen gaan hier antistoffen maken en die worden in het bloed gebracht. En zo kunnen ze op zoek gaan naar de ziekteverwekkers om die hier uit te schakelen. En het maken van die monoclonale antistoffen gaat bijzonder snel. We kijken nu naar de werking van een T-cel. En wel een cytotoxische T-cel. Er is een virus of een bacterie opgenomen en de antigenen van dat virus worden gepresenteerd door die cel met een klasse MHC1 eiwit. En een cytotoxische T-cel komt eraan en die bindt daaraan vast. Met een CD8 eiwit bindt die zich aan die geïnfecteerde cel en die laat dan eiwitten vrijkomen. Die perforine, dat eiwit, zorgt dat er gaatjes ontstaan in het celmembraan. En dat zorgt ervoor dat die opzwelt en dat die lyseert, dus openklapt. En dat die volstroomt, komt natuurlijk door osmose. En de cytotoxische T-cel gaat dan weer op zoek naar de volgende geïnfecteerde cel. Dit is dus de werking van de cytotoxische T-cellen. Kijken we nog naar de rol van de T-helpercellen. Een bacterie wordt door een macrofaag opgenomen en die macrofaag
die presenteert met een klasse 2 RMRC-molecuul het antigeenfragment. Dus dat is een andere klasse dan dat we net gezien hebben. En een cel die daarop afkomt is de helper T-cel. Die bindt met een CD4-eiwit aan die macrofaag. Onthoud die CD4 als je nog eens wat te weten wil komen over AIDS. Hij bindt aan dat complex. En dan zijn het tenslotte B-cellen die ook aan datzelfde antigen binden. En die nemen die bacteriën op. Presenteren met een MHC klasse 2 molecuul ook het antigenfragment. En als daar zo'n geactiveerde helper T-cel komt, die bindt aan de B-cel, dan zorgt die ervoor, met speciale eiwitten, dat die B-cel activeert. En die gaat zich dan delen en die splitst zich in plasmacellen en in geheugencellen. Dus, eerste stap, die macrofaag presenteert het antigen met een MHC klasse 2 molecuul. Helper T-cel wordt geactiveerd, daar komen er steeds meer van. Een B-cel die neemt een bacterie op, presenteert ook hetzelfde antigen. Een helper T-cel stimuleert deze B-cel om zich te delen in plasmacellen en geheugencellen. Dit was hem alweer, een heleboel, de 9.3 Biocast. Veel succes met studeren!